Goedendag allemaal en welkom bij dag 3 van week 9 van de Summer Shredding Challenge. Nou, vandaag starten we met Sweat Machine Band over Roos. Je moet heel even kijken als je gaat staan. Je wil graag zoveel mogelijk richting de 90 graden voorover gebogen staan. Red je dat niet, zou ik zeggen ga op een step staan of iets verhoogd. Want sommige Sweat Machines kan je armen niet helemaal naar beneden strekken. Nou, in de video doen we de laatste set als een drop set. We doen 8 herhalingen. Haal je gewoon 1 gewicht eraf. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb gewoon 10 kilo's erop gedaan. En dan gewoon stap voor stap haal ik ze eraf. Als je de stang vastpakt. Eerst trek je je schouders naar achteren. En dan trek je hem eigenlijk, laat zeggen, naar je middenrif. Dus laat zeggen, je borstbeen. Net daaronder wil je hem naartoe trekken. Dan voel je een hele harde contractie tussen je schouderbladen in. Dus je voelt het meer op het midden van je rug. Belangrijk is, probeer niet te veel je nek te gebruiken. Het is heel makkelijk om, laat zeggen, je hoog te gaan trekken. Maar je wil hem juist wat lager trekken, zodat je je rugvleugels gebruikt. Hierbij de laatste drop. En dan gaan we door tot falen. Het probleem waar je vaak tegenaan loopt, is dat je last van je onderrug gaat krijgen. Dus wat ik adviseer is, ga iets breder staan met je benen en leun met je buik op je bovenbenen. Waardoor je veel minder stress hebt op je onderrug, omdat je eigenlijk een steunpunt maakt voor je onderrug. Dus ik leun met mijn buik, ga ik op mijn bovenbenen ga ik een beetje leunen, waardoor ik veel minder druk heb op mijn onderrug. En hoe verder je over de stang heen naar voren leunt, hoe minder druk je eigenlijk op je onderrug zal voelen. Dus dat is hetgeen waar ik op let. En bij de tot falen, je zal niet meer dan 10 herhalingen moeten kunnen. Dan ben je echt veel te licht begonnen. Tweede oefening is de one arm dumbbell row. Belangrijk om op te letten is, de hand die ik train, dat been staat voor. Ik trek mijn schouderblad op en dan trek ik hem zo ver mogelijk naar achter. Hoe dichter je hem naar je schouder toe trekt, hoe meer bicep je eigenlijk gebruikt, hoe meer je hem richting je bil trekt, hoe meer je rugvleugel gebruikt. Dus let goed op van waar je hem naartoe trekt. Dit zijaanzicht is eigenlijk perfect, want je kan precies zien, ik trek hem echt vanuit mijn rugvleugel. Ik trek hem niet vanuit mijn bicep, want heel veel mensen die trekken hem best wel hoog naar zich toe. Waar je ook op wil letten, je gaat niet met je bovenlichaam draaien. Je staat eigenlijk helemaal stil. Daarom zet ik ook mijn rechterbeen nu voor. Mijn linkerbeen staat eigenlijk niet op de grond, die hangt er voor de sier bij. Maar ik leun op rechts en op mijn linkerhand. En daardoor kan ik voornamelijk vanuit mijn rug alleen maar trekken en ik ga niks anders gebruiken. Gaan we naar de lat pulldown. Nou, de lat pulldown. We pakken hem vast op een punt dat jouw onderarm bijna recht naar de grond toe staat. Ga niet te breed, ga ook weer niet te smal. Dus ik pak hem nu op een punt vast dat ik weet, als ik beneden ben, dan staat mijn onderarm zo goed als recht naar de grond toe. Trek eerst je schouders omlaag en dan trek je hem aan totdat je op een gegeven moment merkt, ik kom niet meer verder. Veel van jullie zullen iets verder komen dan mij, want mijn rugmassa zorgt ervoor dat ik niet helemaal meer naar beneden kan komen. Maar trek hem aan en ongeveer laat zich meestal het kinhoogte zijn. Dan zal je ongeveer echt voelen van, ik kan niet meer. Hoe kan je nou zien dat je er ver gaat op het moment dat je hem trekt? Ga met je ellebogen naar achter of naar voren draaien om verder te komen, om die afstand te dichten om naar je borst te komen. Dat is een punt van eigenlijk van dat je niet meer je rug gebruikt, maar dat je andere spieren gaat gebruiken om te compenseren. Let daarop. Volgende is de barbell shrugs. Bij de shrugs is het belangrijk, pak hem iets breder vast dan je heupen. Laat zich aan een hand naast je heupbreedte, want je wil eigenlijk een beetje schuin omhoog trekken. Want je trapezius, de spieren, lopen diagonaal naar beneden toe. Ga niet helemaal rechtop staan, leun een heel klein stukje over. Dus je ziet het ook in de video, ik leun iets voorover. Trek hem op, hou mijn tel vast en zak rustig terug. Nou, dan gaan we naar de volgende, dat zijn de reverse hypers. Heb je dit apparaat niet, je kan het ook op een hyperextension machine doen. Doe je precies hetzelfde, alleen dan hou je waar je voeten normaal gesproken staan. Belangrijk is, probeer met je voeten van je af te strekken. Dus probeer niet alleen maar omhoog, nee, van je af en dan ga je pas omhoog. En dan voel je een hele harde contractie in je billen. Ik vond het zwaarder om deze variant te doen dan de deadlift die we hier nadoen. Want dit is voor mij echt heel zwaar, maar dat is persoonlijk. Omdat, ja, dit is niet mijn sterkste deel. Nou, dus je bent klaar. Gelijk gaan we door naar de deadlift. Dus kijk of je dit een beetje redelijk bij elkaar kan neerzetten. Kan je niet zo'n deluxe zoals ik hier heb met een power rack. Leg dan gewoon een stang op de grond neer. Til hem één keer helemaal op. En dan zak je alleen maar tot aan je knieën ongeveer. Want het gaat alleen maar om het bovenste deel. Je hoeft niet helemaal naar beneden. Het is tot aan je knieën. En dan span je zo hard mogelijk je billen aan. En dan weer terug. Dus ik til hem op. Tot aan mijn knie. Span ik mijn billen weer aan. Nou, belangrijk is, hou je borst op. Schouderbladen naar achteren ten alle tijde. En beweeg met je hoofd mee. Blijf niet naar één punt kijken, trek je kin in en beweeg mee. Succes!